Hey, hey, hey. We zitten buiten, want het is weer lekker weer. En we gaan een heel moeilijk spel doen. Wat heb je hiervoor nodig? 19 papieren bekertjes, 3 verschillende kleuren en tape. 2 mensen. En dit kun je ook alleen doen. Ik ga straks uitleggen hoe. Je hebt 7 bekers nodig met bijvoorbeeld blauwe deksels, bovenkantjes. 7 met bijvoorbeeld rood. En ik heb een smiley opgedaan omdat ik roze en rood te veel op elkaar vond lijken. En 5 andere. Dus 2 keer 7 en 1 keer 5. Het speelvak is gemaakt met 9 vakjes. En ik ga ze even verdelen. Nou, Rick, ja, heel goed. We krijgen allebei 2 roze, allebei 3 rode en allebei 3 blauwe. En in het midden staat een rijtje voorbeeldjes. We gaan ze even opstapelen. Dus ik ga dat ook even doen. Zo. Zo, dit is de start van je spel. Hier staan de 3 voorbeelden. In deze rij moeten straks alle blauwe komen. In die rij straks alle rode met de smiley. En in die rij straks de roze. Omdat we 1 vakje leeg houden, heb je maar 2 roze, 3 rode en 3 blauwe. Deze bekers die gaan we neerzetten op een willekeurige plek. En dan gaan we het spel spelen. Bonnie, je kan niet meedoen. Kom. Nee. Go. Wil ook meedoen, denk ik. Nou. Zet jij ze ook neer? Op een willekeurige plek. Zo. Je moet elkaar soms even helpen, hè? De cameraman kan ook niet alles in 1 keer. Oh. Goed. Nou zie je dus dat Rick 1 leeg vakje hier heeft en ik heb een leeg vakje hier. Wat we nu gaan doen is, we gaan ervoor zorgen dat de roze in deze rij komen. De rode met de smiley in die rij en de blauwe in die rij. Maar je mag ze niet zomaar oppakken en dan wisselen. Nee, je moet ze wisselen door ze te schuiven naar het lege vlakje. Dat mag zo en dit mag eventueel ook schuin. Dus als ik nu ga zeggen bijvoorbeeld, we gaan eens even kijken wie er als eerste de bekers op de goede plek heeft staan. Zullen we beginnen? 3, 2, 1, go! We moeten daar aan toe. Eens even kijken. Dat is best wel moeilijk. Oh. Hey, die zijn al goed. Oké, nou de rode in deze rij. Eens kijken of me dat gaat lukken. Rick is ook, ja, en Rick is ook klaar. Nu staan ze dus op de goede volgorde. Soms kun je het nog een beetje moeilijker maken door alleen maar te zeggen dat je ze alleen zo mag wisselen. Dus alleen recht, dat je niet schuin mag. Dat is misschien een stukje moeilijker. En je kan dit spelletje natuurlijk ook spelen met 1 vlak. Wat je daar dan voor nodig hebt, zijn dus 3 blauwe bekers, 3 rode bekers, 2 roze. En een voorbeeldrijtje, hè? En dan kun je bijvoorbeeld timen. Dat één iemand met de timer gaat zitten en kijken hoe lang je erover doet. Dus dat kan je ook doen als je het alleen wil doen. En dan proberen jezelf uit te dagen om zo snel mogelijk het voor elkaar te krijgen. Dus dat is één nieuw spelletje om eens een keer te proberen. Ik ben benieuwd hoe het gaat bij jullie. En of jullie ook net zo snel het spel konden doen zoals wij. En dan zeg ik nu een hele fijne dag. Doei doei!